Beste leerlingen, deze video heeft als doel jullie optimaal voor te bereiden voor de eerste les oriëntatie. Eerst ga ik jullie een omloopkaart tonen en ga ik meteen uitleggen wat de verschillende symbolen en de verschillende kleuren betekenen. Daarna ga ik de video afronden met enkele concrete afspraken voor de massa. De omloopkaart die we gaan hanteren is een transportauto. Deze zicht ziet er misschien vrij ingewikkeld uit door de vele lijnen en de vele kleuren, maar het is zeker niet het geval. De lichtbruine kleur wordt eigenlijk gebruikt voor het weergeven van verharde paden en verharde wegen, bijvoorbeeld het voetpad. Dat zien we dus heel duidelijk op de kaart, en dat kunnen we heel duidelijk zien in onze reële omgeving. Daarnaast hebben we nog drie soorten vegetatie. De eerste soort vegetatie is waar mijn pijl nu op staat. Dat is eigenlijk de beigeachtige kleur. Het wordt eigenlijk voorgesteld voor het open land, met andere woorden, het gewone gras. Dus eigenlijk een heel korte vegetatie, het is niet lang, maar we zeggen dat het eigenlijk onze loopsnelheid amper gaat beïnvloeden. Dus dit is allemaal gewoon gras. De tweede soort vegetatie is het bos met lichte begroeiing, zoals hier het geval is en hier het geval, en daar. Het is eigenlijk nog altijd steeds niet echt een bos, maar het gaat wel onze loopsnelheid iets meer gaan beïnvloeden dan het geval was bij het open land. Het is eigenlijk gewoon gras met eventueel netels of bramen, omdat het ons wel iets meer gaat belemmeren. Dan de derde soort vegetatie die we hebben, is bos met een dichte begroeiing. Dat wordt getekend door een donkergroen gebied. Dat zijn dus eigenlijk bomen of struiken die heel dicht op elkaar staan, waardoor we er amper of niet zullen door geraken, waar we dus waarschijnlijk aan moeten doen. Naast deze drie soorten vegetaties hebben we nog de groene kruisjes. Daarmee worden eigenlijk opvallende, natuurlijk elementen, opvallende bomen bedoeld. Wanneer natuurlijk bomen heel dicht op elkaar staan, gaan we die gewoon voorstellen door een donkergroene zone. Wanneer bomen eigenlijk afzonderlijk gaan staan in een andere vegetatie, zoals hier het geval is, een boom op in het gras, hier ook een boom in het gras, hier ook twee bomen in een andere vegetatie, dan gaan we die afzonderlijk gaan voorstellen. Omdat die ons toch wel kunnen helpen om ons te oriënteren. Naast de natuurlijke elementen hebben we ook nog een aantal elementen die de mens gemaakt heeft. De verschillende zwarte kruisjes stellen palen voor. We hebben hier palen die gewoon in het gras staan. We hebben hier palen die dienen om de fietsenstalling te gaan ondersteunen. Naast de kruisjes hebben we nog driehoekjes. Dat heb ik gebruikt om de vuilbakken weer te geven. Die vuilbakken en die palen kunnen we zeker gebruiken om ons bij een fijne oriëntatie te gaan helpen waar we ons precies gaan bevinden. En naast de verschillende elementen zijn we gekomen aan de vegetatiegrens, heel belangrijk. Dus we zien verschillende lijnen, maar we zien niet altijd de lijnen. Hier zien we dus dat er eigenlijk geen zwarte lijn is tussen de verschillende vegetaties. Dat betekent dat de scheiding van de vegetaties niet duidelijk is. Hier is dat wel het geval, omdat er een heel duidelijke scheiding is tussen het pad en de vegetatie. Dus dat is zeker wel een aanspraak. Naast de vegetatiegrens hebben we de gebouwen die worden voorgesteld door gewoon een zwarte zone. Verschil, het zwarte gebied is een gebouw. Ook dit is hier een bijgebouwd stukje. Dat is ook nog een gebouwtje. Dan het steenachtige grond, zwarte stipjes. Hier hebben we een zone met zwarte stipjes. Dat zijn eigenlijk gewoon kiezelsteentjes die zich op de grond bevinden. Dat kan zowel verhard gebied zijn, zoals hier. Dat kan ook gewoon op een geen verhard gebied zijn, zoals hier. Ten slotte hebben we nog de symbolen die specifiek te maken hebben met de omloop zelf, namelijk de paarse symbolen. Ten eerste hebben we de startpositie, die wordt weergegeven door een driehoek. Dat is telkens ons verzamelpunt en vanaf deze plek gaan we telkens vertrekken naar de eerste post. De verschillende locaties van de posten worden weergegeven door cirkels, zoals hier duidelijk te zien is. De exacte locatie van de post kan je herkennen door het middelpunt, of is telkens het middelpunt van de cirkel. Dus
Zoals we hier zien, bevindt het kruisje zich niet in het midden van een cirkel, want we zien dat de post zich naast de boom bevindt en niet in de boom. De laatste post wordt telkens weergegeven door een cirkel met een dubbele omleiding. En dat ziet er als volgt uit. Zo ziet de laatste post eruit. Wanneer we de laatste post bereikt hebben, gaan we terugkeren naar de verzamelpositie. Ten slotte nog enkele concrete afspraken voor de les. Voorzie warme kledij, de les vindt buiten plaats en ze geven fris weer, eventueel wanten. Voorzie ook een extra paar schoenen, het zou wel eens kunnen regenen en het zou handig zijn moesten jullie nog een extra paar droge schoenen hebben voor die lessen erna. De les start om 1 uur stipt, we verwachten jullie reeds omkleed op locatie om 1 uur, zodat de les tijdig kan beginnen. Tot dan.